vriend? Ja, je grote vriend, hè? Ja. Ja. Maar die heeft geen Rudolf. Dat is geen Rudolf. Nee. Ja, dat ben ik niet te krijgen, zeg maar, door één. Oh ja. Ik ben wel heel geconcentreerd, hè, met dit werk. Hè. Hè? Al jaren. Ja, dat weet ik, ja. U gaat er continu nog mee door? Dat weet u nog niet. Dan liggen de gezondheid, hè. Ja, ja, u wordt ook ouder, hè. Hoe oud bent u nu dan, als u vragen maar als 73. Opeens te schijnen, hè, bij dit nummer van Animals, hè, The House of the Rising Sun. Was dat de opzet? Ja, je zou dat bijna denken, denk ik, of niet? The House of the Rising Sun, ja. Ja, bent u nog steeds actief in het clubcircuit of niet? Nou, niet zo heel erg. Nee? Ik ben namelijk druk met studeren en... Ja, we kennen u nog van ons programma, hè, Over de Grens aan het begin. Ja, helemaal aan het begin. Ja, in de baderie. Ja. Ja, we zijn nog ergens anders, maar goed... We hebben een andere locatie op dit moment. Ja. Maar hoe is het verder dan gegaan? Ik ben niet zo heel erg veel met mijn muziek bezig. Voornamelijk in de klas. Ik sta voor de klas. Je geeft muziek? Ik ben nog aan het afstuderen. Ja. Dus ik geef iedere week aan de kinderen uit mijn klas geef ik muziekles. En ja. Dat is eigenlijk wel de enige muziek die ik op het moment nog maak. Dit vind ik dan wel heel leuk. Nooit een voornemen gaat om wat werk om een cd te zetten? Jawel, maar... Dat is toekomstmuziek. Ja, precies. Goed. Ik wens je mooie dagen en veel succes hier. Echt een dansen. Je ondersteunt de dansers. Ja, precies. En wat voor dansschool is het dan? Dansschool
dansen altijd. Kijk, staat hier. Ja, en dat is in Aalten? Dat is in Aalten. Ja. Ja. En wat dansen jullie zoal? Saturday Night Fever of hip-hop? Of, nee, hip-hop, modern. Ja. Ja, eigenlijk ja, wat van alles. Ja. Een soort dans. Yves Sharon komt ook langs, of niet? Hoe weet ik alweer. Ed Sheeran? Maar die komt ook wel voorbij. Ja? Ja, 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 zeker. Ja. Ja. Goalplay. Moeilijk, hè? Moeilijk te dansen. Goalplay is moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. Maar is die ook in uw repertoire? Ja, er komt weinig langs. Er komt weinig langs? Ja, er komt weinig langs. Ja. Het is meer de rappers. Hallo. Vandaag, hoe is het met u? Goed. Ja? Ja, prima. Kerstmarkt is iets kleiner, maar wel mooier, hè? Het is gezellig. Gezellig eigenlijk, ja, hè? Het ja. Hebben er mooi weer bij. Ja. Fantastisch. Omzet gaat ook wel goed? Dat gaat goed. Ja, het is allemaal voor de Helena kerk? Nee, het is voor mijn eigen. Oh, even een eigen kerk? Ja. Zo naar een rondje lopen, dan smaakt een oliebol op zijn best. Heerlijk. Ja? Hoeveel kilometer heeft u afgelegd met de groep van, wat is het, A5 zit? Ja, 6 kilometer nu. Maar geld. Zo. Ja, ja. Nou, is smakelijk al. En hoe vond u die grafkelder? Mooi? Bijzonder? Ja, leuk. Ja. Maar het is op schaal precies nagebouwd, hè? Ja. Van ja. In de kerk. Ja. Oké. U kreeg nog een rondleiding door de heer Heijnen? Ja. Ja? Dat hebben we nog niet gezien, maar we wilden eerst even naar Eerlen, naar Philip kijken. Goed, veel plezier. Ja? Oké. En Aap, nog eens onder de indruk. Staat hier nog wel wat, hè? Ja, echt onder de indruk. Precies op schaal nagebouwd. Ja, en Henk Heijnen was er zelf bij om alles uit te leggen. Had hij nog de stem nog of niet? Want, of die nog? Had hij nog zijn stem nog of niet? Want, ja, was nog, nog wel, maar hij staat er. Ik kan me voorstellen, het eind van de dag, dat hij geen stem meer heeft. Want hij staat met veel enthousiasme. Maar het is toch een heel geschiedenis, een heel verhaal. Dus. Ja, je kent het verhaal een beetje of niet? Een beetje uit de krant, maar ik heb begrepen, ik ga straks naar Eerlim, vandaag wordt het. Het is een hele film met verdere toelichting. Daar ga ik beslist even kijken. Ja, het is een mooie film. Wij hebben gisteren bij de opening. Nee, je hebt een voorproefje gekregen. Ja. Okay, nou. Nee, verder heb ik stier. Maar dan ken ik de organisatie veel te goed voor. Prima voor elkaar. En, ja. Dus nee, en het weer werkt gelukkig voor mij. Want vanmorgen vroeg zag dat. Ja, dat geen bouwers. Of wat hier ook nog de voormalige van de bouwers. Ik wil in het ja, je gaat nog even kijken in de hemel. Meneer Gijsbe, sorry, ja. Met u. Ja, goed. En met u dan? Met mij gaat het ook goed hoor, door omstandigheden. Hè? Ja, maar dat wandelen, dat de Vierdaagse, dat doet u maar even niet meer, of wel? Dat Vierdaagse, daar ben ik een paar jaar geleden mee gestopt. Ja, maar u wandelt nog wel hier rond. Ja, je ziet dat ik nou een wandelstok heb. Hè? Ja, dat zie ik. Ja, ik kreeg net een tik mee, maar goed. Een signaal van wat lichamelijke gebreken. Ja, u gaat nog even kijken hier. Ik heb het hele verhaal al gehoord. Ja. En ik wil er een foto van maken. Nou, dan gaan we dat even aanschouwen. En ik zal nog naspeuringen doen. Ja. Want Henk Heijnen heeft ook verteld dat Bertus Post er toen bij betrokken was. Ja. Zal ik naspeuringen doen in de archieven van de gemeente Aalten. Of Bertus Post als ambtenaar, en dat was zijn plicht, ja. Of hij ook wat opgeschreven heeft. Nou, dat, ik denk dat ben ik zeer benieuwd naar wat de heer... Post, ambtenaar bouw en woning, die zich opgeschreven heeft ja. En gerapporteerd heeft aan de BEW van de gemeente Aalten. Nou, dat gaat wel een paar weken duren, denk ik, of niet? Dat gaat jaren duren. Ja, dus. Nee hoor, dat gaat niet jaren duren. Dan zijn we net voor het kerst volgend jaar al klaar. Maar kunnen jullie een lezing jou? Nee hoor, nee. Van de pers. Je staat er ook weer op. Ik maak nog een foto. Met de kerk erop. Met een jong meisje. Wil je er in de weg zijn? Ja, ja. Staat erop. Afkelderbouw. Mooi kort haar in. Zo de handje als ik zo'n haar zat. Ik heb haar zat. Alle tassen vol. Tassen vol met haar. Ja. Yeah. Well, please.